Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Vervoort. En het is weer een nieuwe week. Het is vandaag maandag, 3:30. Vanochtend was mijn neefje er. En het was super gezellig, we gingen varen en eten en ik heb gewoon niet gevlogd. Ik heb me net pas omgekleed, gedoucht, klaargemaakt en ik heb een TikTok geplaatst. Want ik wil actiever zijn op TikTok. Ik wil echt actiever zijn op TikTok, want ik vind het echt een fucking leuke app. En ik zit er 24/7 op. Dus ik dacht, weet je, ik ga het zelf ook gewoon doen. Maar... ja, ik moet over een uur dus werken. Ik wil eigenlijk nog mijn scooter schoonmaken, want hij is echt super vies geworden. Ik weet nog niet of de beelden van mijn nieuwe scooter weg zijn. Volgens mij dus wel. En ik heb een scooter bij Vespa Designers. Echt top. Ze customizen helemaal je scooter en hoe jij het wil, helemaal in detail. Dus dat is super leuk. Het is inmiddels tijd om naar werk te gaan. Het is 4:30 en ik moet 4:30 op werk zijn. In ieder geval is het 4:30 en 4:45. Dus ik moet nu gaan. Mijn vader heeft mijn scooter even schoongemaakt. Oh ja, ik wilde je nog... zeggen, de volgende keer moet ik het zelf doen. Volgende keer moet ik het zelf doen. Dit is trouwens mijn scooter. Volgens mij ben ik dus de beelden kwijt waarin ik het liet zien. Helemaal clean. Yes. Want dat is echt vies geworden door de regen en zo. Maar ik ga nu... naar werk. Voordat ik verder ga met deze weekvlog, wil ik even nog een leuk pakketje laten zien. Ik heb deze namelijk binnengekregen en ik was deze video aan het editen en ik zag dat die maar 10 minuten duurde. Dus ik dacht, ik ga dit pakketje nu snel hier tussen doen. En dit zijn super leuke bikinis van Cupshe. Oh, het beeld is heel donker. Ik zal het even iets donker, lichter doen. Much better. En dit zijn hele leuke bikinis. Als het goed is zijn het er 6. Ik heb hier vaker bikinis van en ik draag deze bikinis echt met super veel liefde. Ik ga ze ook gewoon meteen aan laten zien. En check de beschrijving voor de linkjes en de maten. Het zijn er 6 en 1 kleding ding. Volgens mij, en voor mij heb ik ook een badpak. Als eerst heb ik... oh ja, dit is een best wel basic badpak. Deze is roze en aan één kant heeft hij zo'n one shoulder ding. Er zit dus een soort vulling in, maar er zit voor mijn gevoel heel raar. Het is in ieder geval een badpak. Ik vind hem leuk. Ik vind vooral die one shoulder ding heel leuk. Echt een leuk nude kleurtje. Oh, hier zit het kaartje. Dat zit zo raar. Ik heb even tussendoor gegeten, want ik werd geroepen voor het eten. Maar volgende bikini is deze rode. Ik vergeet altijd wat ik heb besteld. Dat is echt heel stom. Dit is ook weer een soort badpak. Ik hou echt van badpakken. Ik vind het zo leuk. En deze ziet er zo uit. Deze heeft een, zo een vulling meer. Meer push-up vulling denk ik. Maar ik vind rode bikinis trouwens altijd echt heel erg leuk. Ik vind dat echt mooi zijn als je lekker bruin bent. Ik heb het badpak aan. Ik vind deze ook super leuk. Ziet er zo uit. Ik heb dit zo naar achter gestrikt. Dan heb ik deze bordeaux kleur. Bordeaux rode kleur. En dit is ook een badpak. Dit is inmiddels zoveel badpakken had besteld. Maar niet uit. Deze gaat zo. Deze is heel diep uitgesneden. En deze moet je denken. Oh my god, dit badpak vind ik vanaf nu toe echt het leukst. Ik vind het echt heel leuk dat hij zeg maar zo super diep gaat. Ik weet niet, ik vind het echt een hele leuk badpak. En van achter, uiteindelijk van achter zo gedaan. Ik weet niet of je het goed kan zien. Dan heb ik de volgende. Dit is volgens mij wel een bikini. Ik kan niet herinneren dat ik deze heb uitgekozen eigenlijk. Want dit is echt totaal niet iets voor mij. Dit is het broekje, die is dan high-waisted. En dit is het topje. Ze hebben trouwens, alle bikinis hebben trouwens vulling. Dit is het topje en die gaat zo dubbel. Ik kan me echt niet voorstellen dat ik dit heb besteld. Ik heb uitgekozen, maar we proberen het wel gewoon. Misschien is dat hartstikke leuk. Dit is de bikini. Ik vind het niet heel lelijk, maar ik weet niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik dit heb uitgekozen. Het is ook niet iets wat ik snel aan zou doen. Maar het is verder een prima bikini. Als jij hem gewoon leuk vindt, dan kan het natuurlijk makkelijk. Maar... ik zou niet snel deze aandoen. Ik zou eerder een andere bikini aandoen. Oké, dan heb ik nog 2 bikinis. Ik heb hier nog 1. Deze heeft dit topje. Oh, dit is echt super schattig topje.
Het heeft allemaal vulling. Dit ook. Met dit broekje. Even kijken. Dit broekje. Van de zijkant is het zo. Ik denk dat dit echt een super schattige bikini is. Ik heb een bikini aan. Dit is trouwens weer een hoge bikini. En ik vind deze echt super cute. Het is echt heel cute. Gewoon een streepbroekje. Van de zijkant heeft dit. En het is het topje ook gewoon super schattig. Dan hebben we nog één bikini. En dat is deze. Dit heeft een fel knaloranje top onderkant. Met een wit topje erop. Dit is de laatste bikini. Heel erg simpel. Ik heb trouwens mijn string er gewoon onderaan. Dus dat is wat je misschien onder kon zien. Want ik heb echt wel super veel bikinis. Dus ik denk dat ik ook een paar bikinis weg ga geven. En dan als laatste heb ik nog één kledingstuk. En dit is voor mij super leuk jasje. Blouseje-achtig iets. Wat je zeg maar lekker. Dat je gewoon even chill aan kan doen. Over je bikini heen. Als je bijvoorbeeld op het strand bent. Of aan het varen bent. Of whatever je bent. Is dit blouseje. En het is heel leuk. Want hij heeft hier zo'n split zitten. En ik vind deze echt heel leuk. Je kan hem ook nog dicht knopen. Maar deze vind ik echt super leuk. Echt heel leuk. Printje ook. En echt leuk dat het zo. Yes. Dat waren alle items. Items zijn van Cupshe. Linkjes zijn natuurlijk always in the description. En de maten ook. Dus vergeet die niet te checken. En dan gaan we nu verder met de echte weekvlog. 8:45 en dan ben ik daar met werk. Ik ben onderweg naar huis. Ga ik zelf eten. Dan ga ik daar naar AB. En dus is wel ook. Ik ga het zelf naar komen. En daarna blijf ik wel daar ook zelf slapen. Nou, ik ben inmiddels bij Amé. Met Isabel. En met Amé natuurlijk. Die is hier. Ja. En vanavond gaan we lekker spelletjesavond houden. En lekker een wijntje doen. En helemaal leuk. En ja. En we blijven hier ook slapen. Yay, gezellig. Ja, het is vandaag dinsdag. En ik werd vanochtend helemaal niet lekker wakker. Ik had heel veel keelpijn. Ik was helemaal niet lekker. Ik voelde me een soort ziek. Toen ben ik naar huis gegaan met Isabel en Bo. En met Isabel en Amé. Toen weer wat gegeten ben ik in bad gegaan en ben in bed gaan liggen. En toen heb ik de hele dag geslapen. En ik heb nu omgekleed. Ik heb dit aan. En ik ga gezellig ergens anders eten en niet thuis. En ik ga wel gewoon thuis slapen, denk ik. Ik moet alleen even mijn oplader vinden, want die ben ik dus kwijt opeens. En ik heb even een paar leuke TikToks opgenomen, want ik wil echt actiever zijn op TikTok. So, I'm gonna do that. Ik heb er gewoon heel veel opgenomen, dat ik er gewoon zeg maar een paar heb klaarstaan. Dat ik gewoon elke dag of zo één kan posten. Oh, hier is mijn oplader. Top. Maar dan ga ik er zo vandoor en mijn kamer is... En troep, wanneer niet? Allemaal. Goedemorgen allemaal, het is vandaag alweer donderdag. Ik heb gisteren volgens mij heel erg niet gevlogd, want gisteren was ik heel erg ziek. Echt kut, ik was echt doodziek op bed. Maar ik ben op tijd gaan slapen en ik voel me weer helemaal de oude. Het is alweer 2:15 en ik is wel een Amé kom hierheen en dan gaan we gezellig even wat eten. Ik heb nog niks gegeten namelijk. En ik moet nog even de vlog online zetten van vorige week. Wat zover online kan met alle beelden die ik ben kwijtgeraakt. Nou, Isabel is bij mij en ze heeft een auto gekocht. Hey! Super, ja, super leuk. Het was eigenlijk echt random. Ik zat te denken van, ik wil gewoon een nieuwe auto. Want ik had hem al een keer zien staan. Ja, Isabel is al heel lang aan het twijfelen dat ze een nieuwe auto wil kopen en zo. En toen dacht ik, nou, ik had aan de mijne gevraagd, ja, wat vinden jullie ervan? Ja, gewoon prima, hartstikke leuke auto. Dus wel een rondje doen, komt ze even bij mij voor de deur. Het is een Ford K. Ja, nou, perfect. Voor de mensen die het vragen. Ja, toch? Superleuk. Hey! En weg zo, met de hoeptie. Ja, en zo. Ik heb echt 7,5.
Komt aan mee, je moet even wat gaan eten of zo. Ja, we moeten even wat eten halen. Dan. Oh, wat zeggen we? Gaan even filmavond houden. We moeten toch eten halen? Filmavond in de middag. Ja, maar heeft deze meid allemaal eten? Wat goed. Ik wil even een donutje. Ja, lekker. Ik zag ze liggen. Neem ze mee. Ik heb een auto gekocht. Al die borst, dat is lekker. Ja, gewoon. Maar hoe snel ook? Gewoon random, hè? Ik dacht, nou, ik heb al zin om die auto toch maar te kopen. Lekker. Ik te schrijven van dat ik een auto wil. En ik zag hem bij Peter nog staan. Ik dacht, nou. Gelijk doen. Jee! Ik zei net nog, ik heb nog niks gegeten, moet echt wat eten. Ook leuk dat Thijs meeging. Nou, we zijn hier dus echt voor je auto. Hé, hey. Moet je echt doen en zo. Ja. Nou, kijk eens wat leuk. En we hebben dus popcorn met M&M's, want dat zeiden ze dus in de Bachelorette. Dat het lekker was. Goedemorgen allemaal, het is vandaag alweer vrijdag. Echt, ik vind het niet normaal hoe snel de dagen gaan. Het is echt nu alweer vrijdag. Voor mijn gevoel is het net weekend geweest. Ik ben echt gewoon nu pas beter van het weekend. Ik ben echt doodziek geweest gewoon. Dat ik gewoon weer veel te bont had gemaakt. En oh my god. Maar ik ben nu even bezig met YouTube. Ik ga denk ik vlog online zetten. Die is afgeëdit. En ja. Ik weet niet. De motivatie voor mijn YouTube zit erg laag. Omdat alles een beetje slecht wordt bekeken. Maar dat is gewoon door de vakanties en zo. En ik weet ook gewoon. Ik heb ook gewoon alleen maar weekvlogs. Ik heb niet eens extra video's gefilmd. Omdat ik ook gewoon een soort van vakantie heb gehouden. Maar ik had gewoon mezelf afgesproken van yo, weet je. Als school weer begint. Dan ga ik ook gewoon weer vol met YouTube door. Want dan zit je gewoon in een bepaald ritme. Dat je op tijd je bed uitgaat. Dat je dingen gaat doen. En nu lig ik elke keer. Het is nu ook 12:30. En ik begin nu pas mijn dag, weet je wel. En dat is gewoon kut. Maar vandaag staat er eigenlijk heel weinig op de planning. Ik ga niet zoveel doen. Ik moet vanmiddag werken. En verder vanavond ook nog geen plannen. Morgen ga ik heel gezellig uit eten. Sushi uit eten. En daarna uit bij hier ons in de kroeg in de buurt. Als het goed is. Want Isabel en ik mogen blijkbaar niet op de lijst of zo. Het is echt heel veel gezeik. Maar het komt goed. En zondag ook nog geen plannen. Maar ik kan eigenlijk wel een soort van weer uitkijken naar het normale schoolritme. Ook al gaan we niet echt naar school. I wish, want ik wil echt naar school. Maar wel weer gewoon een beetje het normale ritme oppakken. Dat vind ik wel echt top. Alright, oké, het is inmiddels 12:30. Ik heb de video ingepland voor morgenochtend, want het is nu mooi weer. En iemand gaat nu YouTube kijken en morgen wordt het kut weer. Dus ik hoop dan wel. Ik ga even een boodschap doen. Ik heb echt zin in een broodje carpaccio. Zo, dat ga ik even halen. En ja, het is echt mooi weer. Het is ook wel heet, maar het is echt vet hard aan het waaien gewoon. Echt ziek. Maar ik ga het even snel halen. Nou, het is inmiddels wel weer zaterdag. Ik was gisteren mijn vlogcamera kwijt. Maar die stond ergens in een tasje. Maar we gaan zo meteen lekker uit eten. Met de meiden. Een lichtje bij de kentekens. Eén waarschijnlijk niet goed. Dus ik moet vervangen worden. Ik dacht, nee. En ik heb dit jurkje aan opgemaakt. Ja, en ik weet wat het bij hem is. En ik kan alles aan hem vragen. En het valt. Nou, we zitten lekker bij het restaurant. Oh, wat. Hij stelt niet scherp. Nou jongens, hij stelt niet scherp. Maar Isabel, hoe blij ben je? Ja. Zo blij. Zo blij. Ja. Lekker man. Oh my god, ik is het al zo veel. Nu al. Jij niet? Nee hoor. Oh. Laag. Hij is helemaal. Ik heb dit maar. Wat is het donker? Lisa! Ja. Oh, deze is zoutig, het stukje. Ja, echt? Ik heb nog een hele hand, hoor, en ik krijg het echt niet meer weg, joh. Helemaal praatjes, hè? Echt niet.
niet vol. Ik heb nog niet gegeten. Hater. Het is inmiddels maandagochtend al. Ik ben gisteren de hele dag park geweest. Het is om. En ben ik McDonald's geweest. En in mijn bed gelegen. Dus niks gedaan. Ik hoop dat jullie de week volgens leuk vonden. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. Om mij te abonneren. En me te volgen op Instagram. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye.